Hagelstenen zo groot als een ei. Ze vielen dinsdag uit de lucht in Rusland. In een Siberische stad raakten meer dan 20 mensen gewond en zo'n 100 auto's zijn zwaar beschadigd. Volgens meteorologen werd de hagelstorm veroorzaakt doordat de temperatuur in een paar uur zakte van 32 naar 16 graden.